dit idee dat speelt al jaren. Toen hadden we zoiets van, nou, als er een keer ijs ligt, dan moeten we gewoon dit gaan doen. Wij re-enacten, dus dit is eigenlijk wat we vaker doen. De slag om Gollen en dergelijke. En dan is het ook mooi om eens een keer in een hele andere setting wat te doen. En niet alleen maar een slag na te bootsen, maar gewoon het dagelijks leven in de 17e eeuw. En we weten dat in de 17e eeuw het nog wel eens heel koud was. Dat wordt ook wel de kleine ijstijd genoemd. En er zijn prachtige schilderijen van. Dus nou ja, goed, dan doen we gewoon een schilderij na. Hoe lang hebben jullie eigenlijk moeten wachten om de slag om Gollen on ijs? Nou, dit is de allereerste keer. Dit is ook de eerste keer dat hier een ijsbaan is aangelegd op het slagveld. Dus wij dachten van, nou, dit is dé gelegenheid. Mooi met zijn batterij van de slag nog op de achtergrond. En in Groenlo zijn heel veel mensen die ook authentieke kleding hebben, omdat ze meedoen aan de slag om Gollen. De participatie van de bevolking is echt heel erg hoog. Dus ja, het kan nergens zo goed als hier in Groenlo. Hoe bijzonder is dat schilderij eigenlijk voor jullie? Ja, dat is een leidraad voor ons. Heel veel van ons researchwerk halen we natuurlijk van oude schilderijen en tekeningen. Want daarop kun je dus ook zien hoe de kleding in elkaar zat, hoe het schoeisel eruit zag. Eigenlijk een heleboel dingen. Want we proberen zo authentiek mogelijk te zijn. Ja, dus die 17e eeuwse schilderijen zijn erg belangrijk. En dan die winterlandschappen, ja, die zijn prachtig natuurlijk daarvoor. Het is koud, thermo-ondergoed kenden ze in die tijd nog niet. Is wel een beetje uit te houden. Jazeker, als je maar genoeg lagen wol aan hebt, dan heb je het warm genoeg. Misschien ook wel een tip voor deze tijd. Ja, nou ja, en je bent ook wel wat gewend, hè. Dus gaat goed. Prima vol te houden. Uitstekend, ja. En de beleving is natuurlijk ook geweldig, dus daar krijg je het ook alleen al warm van. Is het wat jullie betreft ook helemaal geslaagd? Ja, we zijn heel erg blij. Blij met de opkomst en ook blij met de interesse die getoond wordt. En ik denk dat wij de kerstkaart voor dit jaar al wel klaar hebben.